Blind kruipt voor de Boer. En dan de omschakeling van Ajax wellicht met Gravenberg. Daar zit nog niet heel veel vaart achter. Tadić ziet Bobby vertrekken. Bobby, en daar komt Vrijsel. Bobby legt hem perfect neer eigenlijk voor Klaassen. En dit is de eerste grote kans in de vierde minuut. Waar je toch afvraagt wat die Vrijsel kon doen. Het loopt goed voor hem en dus ook voor Ado Den Haag af. En dan duikt daar ineens de doelman op. Helemaal uit positie. Klaassen krijgt hem er niet in. Tadić richting Alvarez. Tania Fico. Brengt de bal weer in. Bobby verlengt en dan eindigt het in de handen van Vrijsel. Zo is er wel wat dreiging geweest in de openingsfase van de kant van Ajax. Maar houdt ADO de eerste 10 minuten vooralsnog stand. Oh, dat is een hele slechte bal van Del Fabbro. Zo in de voeten van Neres. En dan ontstaat er veel ruimte voor Ajax met Tadić. Neres niet. Aangesloten. En daar is de openingsgoal. Cadeau gedaan eigenlijk door ADO Den Haag. Rensch opent de score, maar wat een ongelofelijke fout achterin van Del Fabbro, die het weer eens mag laten zien in de basis. En als je al weet dat je een hele zware avond tegemoet gaat, ja, dan helpt dit allemaal niet mee. Terwijl ADO offensief denkt, levert hij de bal zo in. Dan lijkt het hier nog goed af te lopen, maar Rensch is aangesloten. Die rond dan toch vakkundig af, Divine Rensch. Klaassen. Rensch aan de binnenkant van Castillo. Bobby net niet bereikt. Pinas verdedigt. Bezuijen. Doet dat vrij handig. Bezuijen. Zo is er wat lucht nu voor ADO. Sterker nog in de omschakeling met 4-5 man eruit. De bal voor Bezuijen. Dat is een fractie te scherp. Stekelenburg attent. En dan nu de omschakeling van Ajax met Van Ewijk. Die moet oppassen, want Tadić is onderweg. Maar rustig verdedigd. Maar het geeft aan dat ADO het ook echt wel probeert in het eerste kwartier. Blind. Del Fabbro klopt. Klaassen in de lucht. Afvallende bal voor Ajax. Rensch, Bobby, 2-0. Zo gaat het kinderlijk eenvoudig. Is het steeds meer een trainingspartij aan het worden voor Ajax. En schiet Bobby zijn derde van het seizoen binnen. Hoofdrollen voor de jongsters bij Ajax in het eerste gedeelte van deze wedstrijd. Waar het toch allemaal kinderlijk eenvoudig gaat eigenlijk in de drukte. Rensch naar Bobby. Bobby 2-0, assist Rensch, doelpunt Rensch. Voor hem is het een mooie zondagavond. Rensch. Castillo, ingeleverd bij Neres. Rensch. Neres, Rensch, eigenlijk een soort rechtsbinnen. Terug naar de Braziliaan. Bobby is voor het doel en dan loopt het voor ADO in dit geval goed af. Carambol eindigt bij Vrijsel. Aardige combinatie aan die rechterkant, waar er heel veel ruimte is eigenlijk voor Ajax met die zeer aanvallend ingestelde Divine Rensch. Rensch. Nog altijd Rensch. Tadić. Buitenom bij Van Ewijk, de kapbeweging van Tadić. En nog een keer. Taliafico aangesloten. Voorzet van Taliafico was niet slecht. Del Fabbro verdedigt ten koste van een hoekschop. Bobby. Tadić richting de tweede paal. En dan wordt het uiteindelijk 3-0. Is er nog een appel voor Hens. Maar 3-0 is het voorlopig. Na iets meer dan 31 minuten wandelt Ajax eigenlijk vrij eenvoudig weg van ADO Den Haag. Je vreest voor de ploeg van Ruud Brood met grote vrees over hoe hoog de score vanavond gaat oplopen. Geen hensbal, zo te zien. Laatste tikje van Alvarez. En zo is het 3-0. Gravenberg. Gravenberg, Bobby krijgt zijn hoofd niet tegen de bal. Ondervond erbij nog wel wat hinder van Pinas. Tadić. Ziet Rensch weer komen. Divine Rensch krijgt het niet onder controle. Misschien was het niet eens heel noodzakelijk geweest. Had hij het in één keer kunnen doen. Rensch. Rensch.
Brobby kan hem laten lopen. En dan ligt het helemaal open voor Tadic. En die schiet hem dan binnen. En dan wordt het alsnog 4-0. Kinderlijk eenvoudig weer. Slim overstapje. Tadic onberispelijk. Maakt zijn 13e van het seizoen. En Ajax wandelt weg bij ADO. Want heel veel meer dan dat is het eigenlijk niet. 4-0. Het krachtsverschil is... Ja, pak er maar iets op wat u wil. Buitenproportioneel. Tadic krijgt wat rust van Ten Hag. Idrissi gaat zijn opwachting maken. Alvarez, blind. Klaassen, Rens, is goed gecombineerd door de thuisploeg. Naar de zijkant, naar Neres. Met 3-4 man richting het 16 meter gebied. Ajax, Neres. Makkelijk langs Kemper, Klaassen. En dan is het al vrij snel in de tweede helft. 5-0. Vloeiende aanval. Klaassen door niemand in de gaten gehouden. Kan er zo tegenaan lopen als Fraser er niet bij kan. Kijk eens naar Klaassen. Niemand in de buurt. Niemand in de buurt. Helemaal niemand meer in de buurt. Van Ewijk kan het niet repareren. Het is loszand ADO Den Haag. En dat is het heel vaak geweest dit seizoen. Er is eigenlijk zelden een lijn te ontdekken. Tadic bezig aan de energieshake. De proteïnedrank. Terwijl Brobby naar de kant wordt gehaald. En Traoré dus zijn vervanger is. Klaassen en Alvarez. Ook wat extra rust. Schuurs naar Gravenberg. Ook Komolt zo ingeleverd. En dan is het een vrije doortocht voor Labiat. Met zijn eerste kans naast een entree. En Traoré, een blik van vertwijfeling. Die zou toch ook behoorlijk vrij allemaal willen hebben. Had hij hem zo binnen kunnen lopen, Traoré. Labiat, Traoré, Idrissi willen we wel graag hebben. Het stokt even en dan haalt Traoré hier heel weinig uit. En dat is een beetje het verhaal van Ajax in de tweede helft. Het pad is een beetje leeggelopen in alle wissels. Gaat allemaal niet meer zo soepel. Wat tijd en ruimte voor Kudus om iets te verzinnen. Sandro Martinez. Kapt Van Ewijk uit, die glijdt ook nog weg. Idrissi. Terugleggen, zou dit dan de 6-0 worden? Nee, want Labiat heeft te veel tijd nodig. Tweede mogelijkheid voor hem sinds zijn entree. Zakaria Labiat. Idrissi. Labiat terug naar Idrissi. Idrissi zelf en Traoré mag zich nu toch echt wel een beetje bekocht voelen. Die stond helemaal vogelvrij op 5 meter. Met een gebaar van jongens, zien jullie mij dan niet? Wat voor Ajax, zo langzamerhand de vraag wordt wanneer de kampioenswedstrijd op de rol gaat staan. Terwijl Labiat hier uithaalt en Fraisel redt. En dan zou de thuiswedstrijd tegen AZ op 24 april misschien wel de kampioenswedstrijd kunnen zijn.